Leuk dat jullie weer met mij meedoen met mijn bodyshape lesje van, ik denk ongeveer een half uurtje. Dus zorg ervoor dat je ruimte hebt in je woonkamer of in je tuin waar je ook staat. Je kan weer als je wil twee flesjes Spa Blauw of iets anders in je handen nemen. Niet de Spa Blauw opdrinken tussendoor, want dan wordt de oefening lichter. Dus heb nog een extra flesje waar je wel uit mag drinken. Ik ga de muziek aanzetten en dan gaan we lekker van start. Kom zo weer terug. Altijd leuk toch? Je mag meezingen, ook in je huiskamer, als je er zin in hebt.
Now step and tap, let go. Step and tap. Low it. Lock it up. Now collect your benen. Now step. No fear, no pain. And name één arm maar mee. Naar voren. Super. 4, 3, 4, 3. Hamstring curl. Naar de hak naar de wiel. Alright. Hou de andere kant hier. Span de armen. Trek die handen terug aan de heupen. Voor wie wil. Armen gaan omhoog. Let's pull down. Span je bovenrugspieren. Yes. 4, 3, single knee, één arm, top pink. Nog 4, nog 3, en 4, 3, hamstring curl, arm omhoog, naar voren. 4, 3, knee op, 8, good, nog 4, nog 3, hamstring curl. 4, 3, 2, knee up. 4, 3, and again. 4 keer curl. Knee up. Top. Turn naar de step, tap, reach. Step, tap, and reach. Op je bovenste hart staat een klein beetje omhoog. Jullie een klein beetje opgewarmd zijn. Nog 4 keer. 4, 3. Marcheer op je rechterbeen. Alright. Als je wil, pak je iets in je handen wat gewicht heeft en wat je makkelijk vast kan pakken. Kan ook zonder gewicht. Maar het ook zwaar maken om goed je armen aan te spannen. Ja? Maart op les. En dan verder. Zometeen stappen we met de rest naar voren. Tillen we de linkerknie en we stappen terug. Ja? Kijk maar. Stap knie. Stap knie en loop terug. Stap knie. Dus vanaf de zijkant. Stop knie en loop terug. Yes. Elke keer wissel je van been. Rechts voor, stap terug. Links voor en stap terug. Rechts en loop terug. Ja, hebben we dat? Oké, dan mag als je wil je armen mee. Push and pull. Push and pull. Duwen en trekken. Schouders laag, borst is op. En dan over langs je lichaam naar achteren. Goed je schouderballen intrekken. Span je bovenrug. Yes. Come on. 8. Singles. Up. 8. 7. 6. Nog 4 keer. Go. 4. Nog 3. 4. En 3. Repeat er. 3 knieën. Blijf. En stap terug. Blijf. En stap terug. Nou let op, je standing is altijd gebogen. Hoe dieper je door je voorste knie buigt, hoe zwaarder het wordt. Stap terug. En haal maar wat druk op je voorste hak. Je knie komt niet voorbij je tenen. Yes? Alright. Nog 8 van 3. Kom maar. 8. 7. Ontspan die schouders maar als het lang. Top, gaat goed zo. En nog 4 van 4. Nog 3 van 4. Doe nog 2 keer. En 3 plus 4 is 7. Dus de volgende set. 7 repeaters. Blijf, blijf, blijf hier. Nog 3, nog 2. Stap terug en wissel kant. 7. Maar blijf laag. En 3, 2. En wissel. 7, 6, 5 en 4. En 3, 2, kom aan, we doen er nog 4 van deze. Boom. En 3, 2, nog 3 van 7. Kom aan. En 3, 2, nog 2 keer.
En 3, 2, nog 1 van 7. En dit is 3 en 2. Marcheer op je rechterbeen. Mars, mars. Rechterbeen. Breng recht van zwenen. Oké, we gaan verder. Lunge, dus uitstappen naar voren. Langzaam tempo. Kijk even naar mij. Rechterbeen. Stap, buig en weer terug. Stap naar voren. Kijk even naar de zijkant. Komt-ie. Stap, buig, wisselkant. Stap. Belangrijk dat je voorste knie, die blijft boven je enkel. Kom niet voorbij je tenen. En je mag je achterste knie flink buigen richting de vloer. Als je last van je knieën hebt, ga je wat minder diep in je lucht, ja? Hou je rug goed gerekt. Je schouders blijven laag. En je schouders blijven boven de heupen. Hard. Rechterbeen, hopsie. Stap, kruis, open en terug. Stap, kleine kruisbeweging. Dan steeds de handen terug naar de heupen. Naar de heupen. Stap, kruis, open. Nog 4. Stap. Nog 3 keer. Yes. Om en om langs. De ene keer rechtsboven, de andere keer linksboven. Laatste keer. Ga door. In een triple tempo. 3 keer. Hoog je arm. 3, 2, linkerbeen. 4. 3, 2. Come on. Zak goed door je knieën. Duw je voorste hak ook hier in de vloer. Je knie komt nooit voorbij je tenen. Yes. Come. Voor wie het zwaar wil, armen omhoog. En wissel. Hoeft niet. Als het zwaar is, kun je ook je handen op je heupen laten staan. Doe je alleen je benen. Ja. Come. Woehoe. Go. 3, 2, wissel. 3, 2. Nog eentje. Hou je rechterbeen voor en blijf daar statisch in de lunge. En blijf laag. Alle tijd om je rechterknie goed te controleren. Hè? Boven je enkel houden. Achterste knie goed meebuigen. Kom aan, kom aan. Nog 8. 8. Nog 4 keer. En 4. Nog 3. Nog 4. Wissel dat. Oké, kom je rechts is achter, links is voor. Go. Woehoe. Blijf laag. Hou een maximale spanning hier op de benen en de billen. Lunge is een van de beste voedingen voor je bilspieren. Wist je dat? Kom maar. Nog 8. En 7. 6. En 5. Laatste 4. Laatste 3. Nog 2. Marcheer met je rechterbeen. Mars. Mars. Even los die benen. Nog 4. Nog 3. Voor een side tap. Rechts en links. Dus rechts. Links. Nou, hoe dieper je door je benen zakt, hoe zwaarder het oefening wordt. Armen strekken. Zijkant op. Laat de zijkant gezien. De billen blijven naar achter. Borst is op. Hou een natuurlijke holling in je onderrug. Kom aan. Als het te zwaar wordt, hou je handen op je bovenbenen. Of doe oefening zonder gewicht in je handen. Yes. Woe. Blijf laag. 8 keer nog. 8. 7. 6. En 5. Nog 4. Nog 3. 4. 3. Dubbel rechts, dubbel links. 2 op 2. 2 op 2. Woe! Come! Go! 4, 3, 4 repeat naar rechts. 4, 3, 2, 4 keer links. Doe maar je standbeen. Kom diep. Zak diep door. Wissel. Alles gericht is op die standbeen, hè? Come on. 4 erbij. 4. Wissel. En 3. En wissel. Nog 2 keer. En dan passen we hem aan. Kijk naar mij. 3, 2, 1 lift. Go. 3, 2, en lift. 3, 2, en lift. Woe. En lift.
kiezen. Hielen liften. Of echt helemaal los van de vloer. Go. Nog 8 keer. Vier. Lift. 3. En lift. 2. Nog 1 keer. 4. 3. Marcheer. Nog eens. Lift. Top. Met losleden. Nog 4. 3. 2. Til je rechter en je linker knie maar op. Rechts. Links. Rechts, links, halen. Om en op. Twee handen gesteld, je armen optillen. Rechterknie, linkerarm, ja? En andersom. Terug naar de heupen met je handen. Optie. Voor meer power. Dan mag je hem springen. Yes. 8 keer nog. 4 keer nog. 4. En 3. 4. We maken er een kick van. Ja, dan kick voor. Kick, kick. Tegenover de stilde arm. Gaat naar voren. En die andere gaat opzij. Optie voor meer power met een jump. Go. 8. 7. Ontspan je schouders. 4 keer. 4. Nog 3. Nog 2. Knie af. Rechts, links of zonder springen. Nog 4. 4. 3. Kick it out. Kick. Zes, kom aan. 5. Nog 4. Nog 3. 4. 3. Nielen. Go. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Kick. 8. 7. 6. En 5. 4. 3. Niet op 4. We zijn er bijna. 4. 3. Kick. Voor 4. 4. 3. 2. Nielen. En kick. Knee up. En kick. Knee up. Laatste kick. Martel links. Maak je benen los. Blijf in beweging. Come on. Woo. Vier nog. Als je wil. Doe maar één klein splintje vandaag. Of je blijft hier in de mars. Oké, speel het up. Come on, span je buik. Goed die voeten liften, armen mee bewegen. Nog 8. En laatste 4. 4, 3. En bounce inderdaad. Bounce. Je voeten spannen breed. Druk eens op je hakken. Lift je borst vanaf de zijkant. Natuurlijk de holding in de rug. Geen hond de rug, hè? En achter. Yes. Go, stap maar laag. Blijf laag. Blijf laag. Misschien nog ietsje dieper. Voor wie wil. Armen strekken. Laag blijven. En hou hem vast. Laat je hoofd niet hangen. Ga je schuin naar voren. Woe. Kom maar, kom maar. Ietsje dieper. Go, nog 8, 7, 6 en 5. Ga door. 4, 3, 4. 3, handen op de bovenbeen. Hield ik rechts en links. Rechts, links. Maar blijf laag. Hou de benen boven. Hou de spanning. Laag blijven. Bicep curl. Borst optillen. Navel naar binnen. Blijf laag, blijf laag. Je elleboog. Naast je zij, met je duimen naar buiten. Come on, you got it. Woo.
Oh yes. Laatste acht. Komt ie. En acht. Zeven. Zes. En vijf. Nog vier. En drie. Vier. Drie. Marcheer op rechts. Oké, top. Neem even een stuk water, doe ik ook. Komt zo bij je terug gaan naar het zat. Zorg dat je de handen hebt, maar je op de vloer, hè. Kom met je. Oké. En weer. Push-ups. Mag op je knieën, mag op je tenen. Zorg dat je handen wijder als je schouders staan. Ja, en niet hier, maar lekker wijd. Schouders en boven je handen. En we zakken laag, twee, op, twee. Laag. Als het zwaar is, kom dan met je knieën dichterbij. Dan doe je het op deze manier. Laag, laag. Als het makkelijk gaat, op je tenen. Als een plank. Laag, laag, op en op. Laag en op. Oké, we gaan door. Laag en blijf beneden. Vast en duw omhoog. Lange nek. Kijk weer schouder naar boven. Laag vast en omhoog. Drie, twee,
Kunnen we nog even met z'n allen 7 tellen over 10? 7 keer, ja, komt ie. 7, 6, 5 en 4. 3, 2 en wissel. Go. 7, 6, 5 en 4. 3, 2, laatste 2, hop op klaar. 7, 6, 5, 4. 3, 2 en op eentje. 7, 6, 5 en 4. 3, 2. Oké, kom maar naar achter. Top. Even naar achter zitten. Onder de ontspannen binnen oplekken. Zijn jullie ook aan het zweten? Oké. Voor je zij. Op één elleboog steunend. Schouder. Is recht boven je elleboog. Dus niet hier. Onder daar. Rechtop, dat is echt belangrijk. Je bent op je knie. De hand is op je heup. Op je slikt hem omhoog. Ja, je houdt het vast. Span hier je taille aan. En we duwen de heupen. Op. Laag. Op. Oké, als het makkelijk gaat. Op. Op je voeten. Trek je navel naar binnen. 4, 3, 2. Kom op je zij liggen, laat je benen. Onderste arm op de vloer. Bovenste arm achter je hoofd. Side crunch. Til je schouder iets van de vloer en leg je bovenste elleboog schuin aan het plafond. Op, laag. Op en laag. 4, 3, 2, tempo, hoog. Kom maar, hou de spanning vast. Ik voel hem hier, hè? Laatste 8, oh, 8, 7, 6 en 5, 4, 3, 4, 3 en ontspannen. En dan ook even neer, ontspan je nek. Oké, dan gaan we draaien. Side plank aan de andere kant. Op je knieën. Op je tenen, wat je wilt, op je handen op je heup. Ja? Oké, checken. Schouder, boven je elleboog. Gaan we de heupen weer duwen. Op en laag. Duwen aan de vol. Come on. Op. Op. En terug. Niet te ver terug. Kleine beweging. Nog 4 aan deze kant. 4, 3, 2, kom op je zij. Slek je onderarm klopt, bovenste arm, hand achter je hoofd, side crunch, single time. Op, laag, op en laag. Klein stukje omhoog. Come on, hop, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, tempo, haal vol. 1, 2, 3, heb je last van je nek, ontspan tussendoor eventjes, hè? Dan pakken we op als het lukt. Go, nog 8, je kan het. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, en stop. Oké, kom op je lucht. Breng je benen in de lucht. Je mag je handen onder je billen doen als je last van je rug hebt, is dat prettig. Maar ook naast je. Of je zet je handen op je vingers in de grond achter je hoofd. Flex je voeten, tenen naar je toe trekken, hielen naar boven. Ga mooi wat de been naar beneden laten zakken, ja? Beginnen we met het rechterbeen. Laag, 2, linkerbeen. Duw je onderrug richting de vloer, span de onderbuik aan. Laag, 2, op, 2. Nou, als je sterk bent in je buik, of je hebt sterk in je rug, is dat goed?
van beide benen. Dus je kan kiezen, één van beide benen. Ga door. Laat, laag, op en op. Laat heel bewust die buik aanspannen als je je benen laat zakken. Ja? Maar ook omhoog blijf je aanspannen. Niet loslaten. Adem rustig door. Zet hem vast. En denk je nou, dat gaat makkelijk. Doe dat met beide benen. Laag. En hak in. Hak in buik je benen. Dan strekken en buik. Uit. En in. Uit. Hetzelfde ook weer. Beide benen mag. Uit. En in. Op, op en om met de benen, ja? Als je terugkomt, komt je knie boven je heup uit. Dus niet helemaal door, hè? Uit. En het stop boven je heup. Strek. En hier. En als je wil opzien, sneller. Go. Uit. Uit. Laat het te snel voor je, laat het tempo nog lang staan. Geen probleem. Come on, come on. Nog acht keer. Acht. 7, 6, dan allemaal om en om, ja, allemaal om en om, we gaan de handen achter het hoofd doen, en we doen een bicycle crunch, uit, 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 optie, met je hakken aan de grond, uit, uit, laatste oefening, en dan zijn we er, come on. Laatste 8, 8, 7, laatste 4, 4, 3 en ontspan. Leg je hoofd maar neer, breng je knieën naar je borst. Top gedaan. Oké. Ik ga even een ontspannen muziek opzetten. Neem even een slokje tussendoor en kom rustig omhoog gerold. Als je zit, zet je benen lekker los. Ja, wil iemand binnenkomen? Zeg, dat kan even niet, ik ben aan het filmen. Drie minuutjes maar. Oké, kom zitten, strek je benen. Flex je voeten. Adem in. Adem uit, kom naar voren. Hou vast, zet je handen daar neer waar ze terechtkomen. En rek zo de achterkant van de benen en de onderrug. Rustig omhoog. Breng je rechterbeen over je linkerbeen. Je linkerarm om je knie, strek je rug. Zet je rechterhand achter je neer, draai in en trek die knie naar je linker schouder en kijk over je schouder naar achter. Ontspan, steek je rechterbeen, linkerbeen eroverheen, rechterarm eromheen. Linkerhand achter je neer zitten weer, maak je lange schouders laag, borst open en kijk over je schouder terwijl je die knie naar je rechter schouder trekt. Zo goed voel je de rek hier in je wil en je heup. Je hebt wel een beetje getraind, dus. En ontspan, draai terug. Kom even zitten. En pak één enkel. Je knie naar achter, je heup naar voren. Voor de voortgang van je bovenbeen. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zou het leuk vinden als je wat filmpjes of fotootjes naar ons e-mailadres stuurt. info@elfje.nl. Want ik vind het wel super leuk om te zien wat jullie er thuis mee doen. En misschien hebben je huisgenoten meegedaan. En deel het met iedereen. Iedereen moet in beweging blijven. De hele wereld mag meedoen met mijn body shape les.
uit. Eén hand aan de grond, andere arm uitstrekken. Gewoon je hoofd wegstrekken. Zorg dat beide billen aan de grond blijven. En wissel van kant. Pak de handen achterlangs. Strek en lift de armen. Kijk omhoog als je wil. Draai dan je schouders los. Schud je armen lekker los. Oh, je kan trots zijn op jezelf. Top gedaan hoor. Adem in. Adem uit. En nog één keer zo diep in omhoog. Diep uit omlaag. En geef jezelf een super applaus. Tot de volgende keer weer. Woe.